Voor ons was het gisteren zeker een spannende dag. We hebben eigenlijk de hele dag wel onderling als visserijbestuurders contact met elkaar gehad. Dat was de eerste horde die we in ieder geval positief afgerond hebben. De vissers in Oudeschild stonden aan de wieg van deze manier van vissen. Omdat er niet over de bodem gesleept hoeft te worden, gebruiken de schepen minder brandstof en is er minder bijvangst. Eigenlijk is het zo dat die vis, die spier, verkrampt vanwege het stroomstootje. En dan schiet die uit de grond. En dan komt daarna de onderzijde van het net. En daar komt die dan in als het goed is. Dus ja, dit is eigenlijk de methode van het pulsvissen. Mannen zijn nu bezig, want de onderpees legt eraf. Dus er moet een andere onderpees aan. De jongens proberen dat snel klaar te krijgen en dan zo snel mogelijk weer naar zee te gaan. Amen. De vissers in Oudeschild hebben honderdduizenden euro's geïnvesteerd in het pulsvissen. En de toekomst is nog lang niet zeker. Er moet nog veel onderzoek gedaan worden naar het effect van de pulsen. Binnenkort, over twee maanden volgens mij, dan moet het voltallige Europees parlement moet stemmen over de pulsvisserij. Dan hoop ik natuurlijk uiteraard weer op een goede stemming, een goede uitslag. En we hopen echt en we doen er alles aan, ook bestuurlijk in Brussel, om in ieder geval die pulsvisserij goed voor het voetlicht te krijgen. Zodat we in ieder geval door kunnen met deze visserij en verder kunnen doorontwikkelen.